Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Van de top, onder andere als van Suriname in het verleden, of ik weet niet, actueel. Maar anyway, hij is in Washington, Karel Eckhorst. En de laatste tijd, wat ik vaak hier is, de schuldpositie van het land Suriname. Suriname heeft heel veel schulden. Dan hoor je van, ja, wij lossen af. Hoor je weer aan het geluid van, nee, er wordt niks afgelost. We zijn bezig met herschikking. Karel, fijn dat je er bent. Wat is de situatie als je kijkt naar de schulden van Suriname als land? Wel, Frans, goedemiddag. En ook de luisteraars, goedemiddag vanuit Washington DC. De schuldpositie van Suriname is in feite gedurende de jaren gaan veranderen. Weet je, we hadden in het verleden niet echt te maken met hoge schulden, vanwege het feit dat we ook geld kregen van Nederland. Zowel onze begroting als onze betalingsbalans te ondersteunen. Maar het moment dat dat een beetje kwam weg te vallen, merkte je dat we financiering van onze ontwikkeling ook naar andere financiering zouden moeten gaan kijken. En we zijn toen gaan lenen. Daarmee geef ik daar ook gelijk aan dat leningen niet fout zijn, niet verkeerd zijn. Terwijl alle landen in de wereld lenen. Het gaat om hoe je de middelen die je leent besteedt. Omdat je weet dat je terug moet betalen, zal je moeten lenen. Zal je moeten besteden zodanig dat je je terugbetaalcapaciteit vergroot. Dus we hebben geleend en op een gegeven ogenblik werden onze schulden onhoudbaar. Onhoudbaar in de zin dat gegeven onze terugbetaalcapaciteit, ons nationaal inkomen, niet in staat waren om volgens een toen afgesproken aflossingsschema te kunnen aflossen. In 2020 waren de schulden ongeveer 148% van het nationaal, van het BBP. Je kan makkelijk zeggen het nationaal inkomen. Dat wil zeggen dat op elke dollar dat we verdienden, we anderhalve dollar terug zouden moeten betalen. En dat was niet houdbaar. Sommige schulden waren imminent in de zin van dat de terugbetaling aanstaande was op korte termijn. En gegeven de situatie van de begroting op dat moment, we hadden ongeveer een 20% begrotingstekort, waren we niet in staat. Onze internationale reserves waren ook minimaal. Het gedeelte dat gebruikt mag worden was minimaal, dus ongeveer 0,8 maanden import. Dus je had het nodig om andere dingen te doen dan om schulden te betalen. Dus we moesten aan tafel gaan zitten met schuldeisers en te vragen om herstructurering van de schulden. De herstructurering van de schulden zou dan een lichtere aflossingsschema worden afgesproken dan de oorspronkelijke. Waardoor de aflossing wel in lijn zou kunnen zijn met de capaciteit van de begroting. Dus dat is toen gedaan in 2020. Afgesproken was toen ook dat gedurende de onderhandelingen voor de herstructurering er een standstill zou zijn. Standstill houdt in dat er geen terugbetaling zou plaatsvinden van schulden op dat moment, omdat het niet kon. We zouden een ander aflossingsschema afspreken. Dus we konden niet volgens de oude aflossingsschema gaan aflossen. Anders hoefden we niet te vragen voor herstructurering. Dan hadden we de capaciteit om af te lossen volgens de oude aflossingsschema's. Dus dat is toen afgesproken. En na elke herstructurering, want je moet weten, de schulden zijn niet homogeen. Met homogeen bedoel ik, ze zijn niet allemaal dezelfde type schuldeisers. We hebben ze geclassificeerd toen, commerciële schuldeisers, dat waren de Oppenheimers en andere commerciële banken. En dan hadden we de bilaterale schuldeisers, dat waren entiteiten binnen landen waar we het schuld hadden, dus Paris Club, China, India, dat waren de bilaterale schuldeisers. Maar we hadden ook nationale schuldeisers, banken, lokale ondernemers, leveranciers aan de overheid. Dus alle schulden moesten worden geherstructureerd. Je moet weten dat in de wereld van schuldherstructurering en schuldschikking er één
belangrijke standaard geldt. En dat is de standaard van gelijkheid. Vergelijkbaarheid van behandeling. Zo heet het netjes vertaald in het Nederlands. Comparability of treatment. En daar moet je dan rekening mee houden bij al de categorieën schuldeisers. Als ik bijvoorbeeld China een bepaald voordeel geef bij de schuld of bij de herstructurering afspraak, dan moet ik dat ook geven aan Club van Parijs. Anders is dat oneerlijk. En dan kan er wrijving ontstaan en zelf hevige ruzie ontstaan. Dat kan maken dat de herstructureringsonderhandelingen worden stopgezet. Dus daarmee rekening houdend is de eerste internationale herstructurering rondgekregen in juni 2022. Met de Club van Parijs, dat zijn 5 landen. In dit geval Nederland, Frankrijk, Israël en Zweden. Karel, ik kom erin. Ik denk, we hebben geld geleend, Suriname dan. Ik zeg van landen en China, India en ook voor het gemak noem ik ze particulieren dan de ondernemers en de Oppenheimer van deze wereld. Je praat over herstructurering, niet over aflossing. Er is niks betaald dus. Daarom vertel ik dit verhaal. Want u moet de context weten, want ik hoor dat ook vaker. Maar de context is belangrijk. Herstructurering en aflossing zijn niet hetzelfde. Herstructurering, ik zei het al, je gaat afspreken. Je zegt, ik ben niet in staat te betalen zoals we hebben afgesproken. Maar als we een afspraak maken tot herstructurering waarin we een ander lichter aflossingsschema afspreken, dan kan ik wel betalen volgens een lichter aflossingsschema. De oude aflossingsschema is voor mij niet haalbaar. Ik kan niet betalen. Dat hebben we gezien in oktober 2020. We konden niet. Het geld was er niet. De middelen waren er niet. We hebben de eerste herstructurering gehad eerst hebben we de eerste herstructureringen gehad met binnenlandse schuldeisers, met banken en ondernemers en aannemers en leveranciers. En direct na die herstructurering is de aflossing begonnen volgens het nieuw aflossingsschema. En dat zeg ik niet, u mag de cijfers op naslaan bij Bureau voor de Staatsschuld. Op de website van Bureau voor de Staatsschuld, de cijfers staan daar. De eerste herstructurering, binnenlandse banken, ondernemers, afnemers, etc. Daarna hebben we de eerste internationale herstructurering gehad met Club van Parijs. En ik moet daarbij ook zeggen dat herstructurering plaatsvond binnen een afgesproken raamwerk, binnen het afgesproken IMF-raamwerk. Dus het IMF heeft aangegeven, volgens deze principes moet je herstructureren. Dan help je om die economie te stabiliseren. Dat is afgesproken. Elke categorie kreeg een aparte behandeling. En binnen de categorieën kreeg iedereen dezelfde behandeling. Je verhaal is We hebben geherstructureerd met Club van Parijs in juni. En direct daarna begon de aflossing van Club van Parijs. Ik moet zeggen de eerste fase. We hebben 2 fasen herstructurering afgesproken. De eerste fase was juni, de tweede fase was 3 weken terug. En direct na de afspraak begint de aflossing. Hetzelfde met India. We hebben herstructurering afspraken gemaakt met India in 2022. En direct daarna begonnen we India af te lossen. Hetzelfde met Oppenheimer in 2023 afspraken gemaakt. En direct daarna begon de aflossing. Nogmaals, u hoeft mij niet te geloven. U mag de cijfers zelf op naslaan. Jij bent de autoriteit, dus ik geloof je. Ik praat namens de gemeenschap. Nee, op dit gebied. Ik praat namens de gemeenschap. Wat ik hoor, en dat hoor jij ook, is dat jij noemt het herstructurering. Ik noem het vooruitschuiven van schulden. Met een ietsje gunstigere rente, maar uiteindelijk ga je wel voor moeten betalen, aflossen. Aanvang gemaakt met aflossingen bij Oppenheimer, hoorde ik, bij China? Ja. Oké. Okay. Bij China nog niet. China is de India? Laatste met India al. Ja.
U kunt zich herinneren dat er ook dat er binnen die India Credit Lines er helikopters waren aangestrapt. 3 Cheetah helikopters. U had ook gemerkt dat de hele tijd de helikopters niet vlogen. Omdat er geen geld was om terug te betalen de lening, waardoor dan ook geen service plaatsvond van de helikopters. Uiteindelijk is dat wel gebeurd en we zien ze nu weer rondvliegen. Met Oppenheimer hebben we ook de herstructurering deal gehad en we zijn ook direct begonnen met aflossen. U praat over vooruitschuiven. Ik wil u herinneren dat geen enkele lening genomen wordt en dat meteen binnen een jaar of binnen een paar maanden wordt afgelost. Het zijn altijd leningen die in de toekomst worden afgelost. Precies zo ook de Oppenheimer leningen die we hebben genomen in 2017 en in 2019. Die zouden pas in 2023 en 2026 worden afgelost. Dus dat is de karakter van een lening. Je neemt een lening. En daarom zeg ik ook, wanneer we de volgende generatie met aflossingen gaan bezwaren, moeten we ook dingen neerzetten waarvan de volgende generatie gaat genieten. Dus als we zeggen we nemen een lening om wegen te maken, wegen te asfalteren, scholen te bouwen, onderwijs, vernieuwing, volksgezondheidsversterking, dan is het niet erg als de volgende generatie meebetaalt, omdat zij ook van gaan genieten. Maar als we leningen nemen om de middelen te gebruiken in de lopende sfeer en op te maken aan consumptie, dan is het een burden, ja, voor de volgende generatie die zich eigenlijk gaat afvragen, maar wat los ik af? Want ik merk niks. Dat ik heb kunnen aanschaffen met geld. Waarom ik nu moet aflossen. Dus daarom zeg ik, leningen zijn niet fout. We mogen leningen, we gaan zelf moeten lenen. Om hier en daar voor ontwikkelingsfinanciering. Maar dan moet het ook daarvoor gebruikt worden. En liefst niet zo min als mogelijk. Heb je al enig idee hoeveel al afgelost is? Het zijn een aantal zaken. Ik ken het bedrag niet uit het hoofd. Ik kan wel verwijzen naar de begroting 2024. Daar is gereserveerd. Het is wel een SRD's, maar als je het omzet tegen de koers, is ongeveer gereserveerd zo'n 200 miljoen Amerikaanse dollars. Alleen voor in de begroting 2024. Er is om schulden af te lossen? Ja. Okay. Om schulden af te lossen. Dat dit jaar 200 miljoen voor buitenlandse schuldeisers en Surinaamse ondernemers ook die diensten geleverd hadden aan de regering? Ja. Ja, de totale schuld, ja. Maar hoe groot is de schuld totaal? Ik zou even de cijfers van SDM bij moeten halen. Maar ik denk dat als we de schuld van IMF, IDB erbij nemen, dan zouden we nu op zo'n tussen de 2,5 en 3 miljard moeten zijn, ongeveer, ja. Dat denk ik. Ja. Maar ik zou voor de zin over de tijd. Ik denk. U heeft me plotseling gebeld. Ja, dat weet ik. Dus ik zit niet maar dat weet ik. Sorry dat het zo moet. Maar soms heet het branden de kwestie. Mijn cijfers zeggen 4,5 miljard tot 5 miljard. Dat is de schuld van staat Suriname binnen buitenland. Maar wat was de stand? Maar de stand op welk moment? Dat is belangrijk om na te gaan. De stand op welk moment? Nou, ik voor het dus gemak hoor ik het de actuele stand aan. Nee, ik denk het niet. U moet even kijken, de stand op welk moment. Dat is van belang. Okay. Dat is van belang. Nee, dat is goed. Hiervoor wilde ik jou eigenlijk spreken. Dus hoe kijken de schuldeisers dan? Zijn ze tevreden? Je zegt er is al betaald, hè? Er is al afgelost. Ja, als de schuldeisers niet tevreden waren, zouden ze al laten merken. Ik weet niet of u berichten hebt gezien van Oppenheimer schuldeisers die klagen of die bedreigen met rechtszaken of India of Club van Parijs die ergens in het internationaal nieuws klaagt en bedreigt met rechtszaken omdat Suriname haar schuldverplichtingen niet nakomt. Ik denk niet dat u die
die verhalen heeft. Nee, maar dat hoor je, sterker nog, dat zou je niet snel horen, maar ook al zou het zo zijn, dan hoor je niet snel dat een land waarom, gaat maken voor 50 miljoen. Waarom zou je het niet horen? Het gebeurt met andere landen, toch? Nee, ik hoor het niet zo snel. Er is toch wel in het nieuws wat er gebeurt met wat er is gebeurd met Sri Lanka of met Gambia of met Bangladesh. Omdat ze niet in staat waren om China af te lossen. Er zijn toch confisceringen geweest van havens en van spoorwegen, van spoorlijnen. Dus waarom zouden we dan niet in het nieuws komen? Ik wil u alleen maar aangeven dat in de afspraken, in de overeenkomsten, ook is opgenomen dat als niet volgens de nieuwe afspraken wordt afgelost, en litigatie mag plaatsvinden. En litigatie is de gang naar de groene tafel. En liefst internationale arbitrage. Dat is keihard afgesproken binnen de herstructureringsovereenkomst. Of je krijgt gewoon een hele lage rating. Het is geen free for all. Dat nee, u een afspraak maakt en u komt het niet na. En er gebeurt niks. Nee. Het is geen free for all. Als u een afspraak heeft gemaakt, eigenlijk zegt die schuldeiser, ik kom je tegemoet. Maar laten we dan wel afspreken dat we volgens de nieuwe afspraken wel de zaak afhandelen. Want anders breng je mee in grote problemen. En dan ga ik andere maatregelen moeten treffen. Dat is wat de schuldeiser in feite zegt. En binnen het IMF-programma is ook afgesproken dat er geen achterstanden mogen zijn bij aflossingen van schulden. Zowel internationaal als binnenlandse schulden. Er mogen geen achterstanden zijn. En als die achterstanden er toch ontstaan, dan moet dat ze binnen een kort mogelijke periode worden afgewerkt. Dat is ook hard afgesproken binnen het IMF-programma. Hoor ik je zeggen dat de regering het goed doet op financieel, monetair gebied binnen buitenland? U hoort me zeggen dat schulden worden afgelost op het moment dat de herstructurering overeenkomsten zijn getekend. Begint men met de schulden af te lossen zoals is afgesproken in de herstructureringsovereenkomsten. Dat hoort u me zeggen, ja. Dus in principe doet de regering het goed met de financiën? U heeft me net gevraagd over de schulden. En ik geef u antwoord op de schulden. Als u me vraagt over de staatsfinanciën, dan zal ik u verwijzen naar de IMF-rapporten wat daarin staat met betrekking tot de staatsfinanciën. En dat is dat we op dit moment lagere begrotingstekorten hebben dan daarvoor. En dat op dit moment er richting begrotingsconsolidatie. Dat we richting begrotingsconsolidatie gaan, zoals is afgesproken binnen het IMF-programma. Dat we binnen 3 jaar de begroting grotendeels zouden consolideren. En het tekort zouden terugbrengen naar een afvaardbaar niveau. Je staat op een punt, op het punt om in een meeting te gaan. Maar voor je de meeting ingaat, verhalen, alles hoor ik hier. Suriname is blij met oliefonds, maar straks moeten ze zoveel schulden aflossen dat er helemaal niks blijft voor de Surinaman. De schulden zijn op het niveau van ongeveer 3 miljard. Misschien ietsje meer, 3 miljard. En u praat over inkomsten uit de oliesector in de komende 20 jaren van ruim boven de 50 miljard. Dus die vergelijking gaat alvast niet op. Dus dat klopt niet dat al onze oliegelden, toekomstige oliegelden, gaan naar schuld aflossen. Nogmaals, u vergelijkt 3 miljard met 50 miljard. Over 20 jaar. Dus dat gaat niet op. Ja, maar die 50 miljard is wel in de lucht, hè? Je hebt hem nog niet. Maar 3 miljard schuld heb je nu. Dat heb je nu. En daarom heb je het geherstructureerd en verschoven. En voor een deel uitgerekt naar een periode waarin je olieinkomsten gaat hebben. Waardoor je meer armslag hebt om ze af te lossen. Die 50 miljard hangt in de lucht. Alles hangt in de lucht. Ik bedoel, die olie is gevonden. Het is bewezen dat er meer dan 700 miljoen vaten daar zijn. U mag zelf uw berekening maken, maal de prijs van olie op dit moment. Of u mag zelf lager gaan. U mag zelf zeggen van oké, ik ga het heel conservatief doen. En ik maak een vat olie $10 of $20 lager. En dan nog gaat het een vergelijking zijn tussen 3 miljard en boven de 30 miljard. Dus ik wil die vergelijking niet maken, omdat
ruimschoots in staat zullen zijn om de schulden af te lossen. We zullen ruimschoots in staat zijn, welke regering dan ook komt. Als we dat goed doen, zullen we ruimschoots in staat zijn om de schulden af te lossen. Ja, maar dat kan zelfs zonder, meneer Pinas. Uh-huh. Meneer Pinas, u weet wat ik altijd zeg in uw programma. Zelfs zonder olie en gas zullen wij ruimschoots in staat zijn om in de toekomst met goed financieel beheer en met goed beheer van de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen, gaan wij in staat zijn om de schulden af te lossen. Klinkt ook als een vrijbrief voor regeringen om nu leningen aan te gaan, want er komt straks olie, dus we kunnen allerlei geld gaan lenen, instanties en landen lastig vallen. En daarom hoort u mij zeggen, met goed financieel beheer. Ik onderstreep het woordje goed. Goed financieel beheer, goed beheer van de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, zullen wij in staat moeten zijn om in elk geval de leningen te kunnen aflossen. En wat u daar zegt is tegenstrijdig. Want als je olie hebt, als je geld hebt uit olie en gas, hoef je in feite dat niet echt te lenen. Dus waarom zou je geld hebben uit olie en gas en toch gaan lenen? Het kan natuurlijk een strategische set zijn om dat te doen, omdat je misschien heel goedkoop kan lenen, wetende dat je het gaat kunnen terugbetalen. Maar dat zal ik persoonlijk niet adviseren. Weet je waarom ik dat zeg? Ik denk, die olie, die berekeningen die jij maakt, dat klopt allemaal. Ik kijk toevallig ook op de site As We Speak van Energy Totals. Ja, maar dat praat je over 20, 30 jaren. 50 miljard misschien. 20 jaar. Jawel. 20 jaar al. Maar je kent Suriname populistisch. Je hebt geld nodig nu. U heeft geen vertrouwen in toekomstige leiders van Suriname, merk ik. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, maar ik heb wel vertrouwen in de jonge mensen van. Ik heb wel vertrouwen in de jonge mensen die zich opwerpen als leiders. Misschien hebben wij wat ouderen het niet goed kunnen doen. Maar dat vertrouwen heb ik wel. En nogmaals, voor mij is het belangrijk. En ik zet dan nu even mijn pet op als gewezen voorzitter van het bestuur van het Spaar- en Stabilisatiefonds. We hebben toen de tijd het Spaar- en Stabilisatiefonds gepropageerd. Niet omdat we geld wilden verspillen of omdat we geld wilden bossen. We hebben het juist gepropageerd en we propageren het nog steeds. En we zijn blij dat op dit moment aanpassingen plaatsvinden in de wet op Spaar- en Stabilisatiefonds en de wet op de comptabiliteitswet. Om in elk geval ervoor te zorgen dat het managen van natuurlijke hulpbronnen op een juiste, op de wet gebaseerde manier plaatsvindt. Dat is waarvoor we dit soort zaken bepleiten. En dat is waarvoor we dit soort zaken willen opzetten. Ja. Nee, maar we hebben gezien hoe het fout is gegaan in het verleden. En we proberen te leren uit die fouten. Ik kan een enkeling zijn, misschien met nog wat anderen. Maar je blijft propageren hoe dat zaadje dat je legt gaat groeien. En andere mensen ook gaan inzien dat in goede tijden we zoveel als mogelijk buffers moeten proberen aan te leggen en moeten proberen te sparen. Omdat de slechte tijden automatisch aankomen. Je hebt die niet in je hand. Wij bepalen de prijzen van olie en gas en bauxiet en goud niet internationaal. Wij bepalen de vraag, de internationale vraag, bepalen wij niet. We moeten ook rekening ermee houden dat er al gesproken wordt in Europa over afbouw van gebruik van koolwaterstoffen. En we zullen daarop ook moeten inspelen en daar ook rekening moeten houden. Maar tot dan moeten we zoveel als mogelijk proberen om deze inkomsten te verduurzamen. We weten dat het geen duurzame resources zijn. Ze gaan op. Heel snel ook. We praten over 20 jaar alsof het lang is. 20 jaar is heel kort. Als we praten over zoveel olie. En we moeten dan in elk geval in die 20 jaar ervoor zorgen dat we al plannen hebben klaar liggen, hoe we dat geld zodanig gaan gebruiken, dat we meer eruit gaan verdienen, ook in een periode waar we geen olie, goud en bauxiet meer gaan hebben. Dus daarom zeg ik heb het vertrouwen in de toekomst en ik heb vertrouwen in toekomstige leiders.
Ja, prima. Ik laat het hierbij, maar ik dacht meer van als je zoveel olie in de grond hebt, dan is het makkelijker voor de leiders die we nu hebben en wellicht straks zullen hebben. Is ook makkelijker voor hun om geld te lenen, toch? Want die kunnen zeggen van ja, ik heb zoveel olie daar, jongens. Geef me een miljardje hier om een populistisch project even op te zetten en een paar mensen blij te maken. Ik ben het met je eens, je had dat niet volledig, ook wetten gaan dat niet volledig kunnen uitsluiten. Maar het gaat niet alleen maar om de wetten, het gaat ook om de mindset in die samenleving. Je zal het niet alleen moeten laten bij de wetten, maar je zal ook mensen moeten hebben die die samenleving helpen om een andere mindset, om een andere mindset te krijgen. En dat gaat jaren duren. Ik maak me geen illusies dat dat binnen een jaar gaat gebeuren. Het is nieuw, ook dit voor een grote olie en grote aardgas offshore is nieuw. Maar je gaat mensen langzaam. En ik doe een beroep op de scholars. De geleerden. De mensen die met hun denken en met hun visie die samenleving sturing kunnen geven aan het denken van die samenleving. Dat die de samenleving natuurlijk gaan helpen om die mindset te veranderen. En u zal zien dat als toekomstige leiders proberen de wetten te overtreden of andere dingen proberen te doen, dat die samenleving ze tot orde roept. Waarom kan het in andere landen, waarom kan het bij ons niet? Dus ja. Boy, ik embrace jouw vertrouwen in toekomstige leiders. We zitten 8 maanden voor de verkiezing. Ik zie ze niet. Jij ziet ze wel? Als we dat vertrouwen, maar de Pina's, als we dat vertrouwen niet hebben, dan kunnen we het land sluiten. Dan hoeven we niet meer te praten over Suriname. Dan kunnen we Suriname vergeten. En ik denk niet dat u Suriname wil vergeten. En weet je, dus vandaar dat ik zeg. We proberen nu, en het zijn misschien weinigen, maar we proberen nu om in elk geval hier en daar de zaken te doen die nodig zijn om de inkomsten in die natuurlijke hulpbronnen te verduurzamen. En met verduurzamen bedoel ik dat de middelen niet alleen financieel, niet alleen in financiële zin zo blijven, maar dat die financiële middelen worden gestopt in duurzamer kapitaal. Menselijk kapitaal is het duurzaamste kapitaal die je in feite, waarin je in feite kan investeren in onderwijs, in volksgezondheid. En je gaat sturing daaraan moeten geven. Het is een lang proces. Het is geen kort proces. Het gaat niet binnen 5 maanden gebeuren. Het gaat ook niet binnen 8 maanden gebeuren. Het gaat niet voor de verkiezingen gebeuren. Het is een proces. En al is dat proces, al leidt het nog zo klein, het feit dat je dat proces start en dat het langzaam meer inhoud krijgt, dat is al heel belangrijk. En ik ben ervan overtuigd dat we over een paar jaar zeker wel daar gaan zijn waar we het besef gaan hebben dat we heel behoedzaam moeten omgaan met de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen. Waarvan acte. Ik dank je voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. Karel Hekhorst vanuit Washington, D.C. Dank je wel, Karel. Hai, graag gedaan. Dit is live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.